Sorry. You need to move your... Yeah, please, will you move? Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik hoop dat jullie niet zijn weggewaaid door de storm Unis. En dat er niet te veel schade is bij jullie thuis. Aflevering 8 was weer een hele gave aflevering. En in deze video bespreken wij natuurlijk weer alle hints en theorieën naar de mol uit aflevering 8. Als je hier nieuw bent en na dit Wie is de Mol seizoen ook nog video's graag wilt zien. Van onder andere mijn eigen versie Wie is de Chameleon. Waar deze twee dingetjes goed van bij pas komen. Alvast een klein teasertje voor mijn Instagram account Wie is de Chameleon. En daarnaast zullen na dit Wie is de Mol seizoen natuurlijk ook video's komen van de Mol België. De verraders, allerlei reageren op video's. Abonneer dan zeker even op dit kanaal als je daar natuurlijk graag deel van uit wil maken en natuurlijk het graag wil zien. Maar natuurlijk zijn we hier volgend jaar ook weer terug op dit kanaal met de Wie is de Mol video's. Maar we zitten pas in aflevering 8, dus laten we maar even snel gaan beginnen met de aflevering 8, hints en theorieën naar de mol. De afleveringstitel van de aflevering was Mollenvanger. Waar kunnen we mollen vangen op laten slaan? Thomas, die zorgt er eigenlijk een beetje voor dat Everon, terwijl hij alleen is in een straatje, niet kan mollen. Dus vangt Thomas hier de mol, wat kan slaan op de afleveringstitel Mollenvanger? Vriend, wat ben je aan het doen? Hij liep ook naar plekken dat ik dacht, wat doe je daar nou? En hij zag het ook. Goed, opdracht 1, Carpe Diem. Kim zegt tijdens deze opdracht tegen de meneer die de tapijten weghaalt dat het goed is dat hij hem weghaalt. Het kan zijn dat ze buiten beeld ook nog heeft gezegd tegen die man dat hij nog meer tapijten weg mocht halen. Dat zien we natuurlijk niet. Ze was op dat moment volgens mij wel alleen. Dus ze kan daar heel goed mollen. Oké, dat is fijn. It's your carpet, of course. Wel is Freesje aan deze opdracht juist heel verdacht, omdat zij vrij weinig in beeld is. Kan zijn dat de montage ons dat wil laten zien, of juist niet. En Kim Lian is juist in deze opdracht heel veel in beeld. Ja, wat kunnen we hieruit leiden? Het kan zijn dat Kim juist door de montage heel veel in beeld wordt gebracht en daardoor juist minder verdacht wordt in mijn ogen. Dus omgekeerde psychologie, zoals Siem zou zeggen. Dan nog een anti-molactie naar Kim. Ze heeft namelijk het idee op een gegeven moment om te roepen dat het om een wereldrecord tapijt leggen gaat. Dat is natuurlijk heel handig. Hierdoor gaan misschien wel mensen meehelpen. En daardoor wordt er uiteindelijk ook weer veel meer geld verdiend voor de pot. We're trying to put the world record, people. Anybody wants to help? Lijkt mij dus totaal geen molactie als mol zijnde. Ook zegt ze nog dat ze met de tapijten ook nog de kiertjes wil dichtmaken. Wil jij dat als mol? Nee, dat wil je niet als mol. Want als er een tapijt niet goed aangegrensd ligt, telt de rest van de tapijtjes ook niet meer mee. Aan de ene kant is het een anti-molactie, maar ook aan de andere kant wel weer een molactie. Aangezien het natuurlijk ook wel weer meer tapijten kost om die kiertjes op te vullen. Je kunt ze natuurlijk allemaal verplaatsen, maar dat kost ook weer tijd en kan ook weer een molactie zijn. Wie is de mol is een lastig spel. Opdracht 2 heette Heftig en deze opdracht was ook heftig. In deze opdracht is volgens mijn eigen mening, de beste molpositie op de grond. Zodat jij de containers misschien wel verkeerd kunt plaatsen, verkeerd uit het spel kunt halen, zonder dat de andere kandidaten het zien. Nou weten we dat Thomas is afgevallen, dus komen we uit bij Everon. Als je als mol bovenin zou staan, dan word je natuurlijk heel de tijd gecheckt door de andere kandidaat. Of je iets verkeerds doet of niet. Dus je kunt daarbij niet echt heel goed mollen. Aan het einde van de opdracht zorgen namelijk Everon en Thomas natuurlijk er ook voor dat er juist geen geld wordt verdiend. Doordat ze de container pakken waarbij Kim heeft gezegd dat die niet goed was. Kan dus ook weer slaan op een anti-molactie van Kim. En ook weer een molactie van Everon en Thomas. Maar ja, Thomas is er natuurlijk uit. Dus eindig je met Everon. Dan opdracht 3. Zand erover heette die opdracht. Waren ook hele verdachte dingen. Kim had flashbacks naar het graven uit een paar afleveringen terug. Waarop direct, echt direct, de montage terugblikt naar die opdracht en precies naar dat shot. Ja, dan zit ik al weer in mijn hoofd. Kim kan het niet zijn. Als Kim het zou zijn, dan zou de montage dit echt niet nog een keer terug laten zien. Misschien laat de montage ons juist wel denken dat Kim de mol is. Door al haar verdachte dingen gewoon in beeld te laten staan.
Het zou wel een stunt zijn als Kim uiteindelijk de mol blijkt te zijn. Dan is dit seizoen helemaal omgegooid en hebben de makers met ons een trucje aangegaan en ons hebben uitgedaagd. Zou ook nog heel erg leuk zijn. Oh, ik heb echt flashbacks. Everon doet in deze opdracht nog even lastig richting Kim. Hij zorgt er namelijk voor dat Kim ineens van plek naar plek moet gaan graven. En dan denk ik bij mezelf, graaf eerst dat ding, vervolgens naar het tweede, vervolgens naar het derde, vervolgens naar het vierde. Maar Everon die trekt Kim er meteen bij en zorgt er dan uiteindelijk voor dat Kim ineens overal tegelijkertijd moet zijn. Waardoor het dus kan zijn dat zij dingen heeft overgeslagen. En dan als laatste nog een anti-mol-actie richting Kim. Het zijn er veel in deze aflevering. Ze maakt namelijk vrij snel de steppen in elkaar. Daar begint ze vrij snel mee. Met resultaat. Ze heeft uiteindelijk eentje goed kunnen doen. Doordat de andere kandidaten dingen hebben gevonden. Freesia heeft bijvoorbeeld ook dingen gevonden. En hierdoor kan er dus ook juist geld worden verdiend doordat er een step gemaakt wordt. Nou, we hebben weer echt heel veel lopen praten deze aflevering. Na aflevering 9 zullen er letterlijk 3 extra video's komen. Maar daarin zal ik alles bespreken naar 1 finalist. Dus in die aflevering ga ik echt op Everon mikken vanaf aflevering 1 tot aflevering 9. Dan ga ik laten zien in een aflevering wat heeft hij goed gedaan en wat heeft hij slecht gedaan. En uiteindelijk komt er dan een schema met anti-mol-acties en mol-acties. Tot zover was dit dan weer de hints en theorieën video van aflevering 8. Ik hoop dat je veel kunt met deze informatie. Laat het nog even bezinken. Laat vooral je eigen verdachte acties en dingen weten in de reacties. Of via mijn Instagram natuurlijk. Ja, en dan was het weer voor vandaag. Abonneer voor meer en dan zie ik je de volgende keer weer. Laters. Zoeka, zoeka, kom. Kom, let's find it.